Ja, want hier zit werkelijk alles bij elkaar dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van auto's. Op de Automotive Campus is dat. Universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven. Ze proberen allemaal hier in Helmond een bijdrage te leveren aan het zuiniger maken van auto's. Of het zelfs helemaal zonder benzine laten rijden. Fred Welsje, u houdt zich bezig met ontwikkeling en innovatie. Hoe kijkt u aan tegen die 2 miljard van Obama? Ja, dat is natuurlijk een fantastisch bedrag. Dit soort bedragen op het gebied van innovatie kennen wij in Nederland niet. Nee, waar moet u het mee doen? Ja, nou, dat is niet veel meer van over. Hè. Dus de overheid bezuinigt. En de regelingen die er zijn, die zijn zeer karig. Ja, in 2012 is het hier nog geopend door de toenmalige minister van Economische Zaken Verhagen. Die had geen zak geld voor u. Nee, maar die had dan weer een nieuw beleid, zoals dat heet. Dat zie je vaak met nieuwe kabinetten. En vooral als er geen geld meer is, dan ontstaan er weer allerlei nieuwe beleidsvoornemens. Maar geld komt er niet echt dus? Op het ogenblik voor innovatie in Nederland lopen we ver achter op andere landen. Er is relatief weinig beschikbaar. Nou, hier bij de ingang staan al die bedrijven en instellingen op een bord die zich bezighouden hier. Ook een prachtige auto staat hier trouwens. Is dit het nieuwste van het nieuwste? Nou, elektrisch? Dat is een Twiggy van Renault. Een hele kleine elektrische auto. En we moeten hier natuurlijk wel wat innovaties laten zien als de mensen hier komen. Wat gebeurt hier eigenlijk? Dit is eigenlijk een plek waar R&D plaatsvindt, waar beproefd wordt. Dus research en development, research, ontwikkeling en innovatie. En innovatie. En het bijzondere is dat hier bedrijven en kennisinstellingen en de overheid werken aan projecten. Hier op de campus. Kunnen we eens iets zien van wat er gebeurt? Ja, wat hier gebeurt is... Dat we naar binnen. Als u hier binnenkomt, dan ziet u al een bord waar u al de files kunt zien in Nederland. Dit is een broedplaats van mobiliteitssystemen. We hebben natuurlijk bedrijven als NXP, TomTom en dergelijke. Want het gaat niet alleen maar over auto's ontwikkelen zo zuinig mogelijk. Of zoals Obama wil, eigenlijk zonder benzine of zonder diesel laten rijden. We hebben het over automobieltechnologie, de auto zelf. Maar de auto staat niet op zichzelf, die rijdt op wegen. Dus alles wat er omheen zit, moet je meenemen als je praat over innovaties. En als ik praat bijvoorbeeld over mobiliteitssystemen, dan praat ik gelijk over hoe wordt het management van de Rijkswegen gedaan. Dat is de overheid. En hoe pas je die systemen zodanig aan dat we straks als we rijden gestuurd kunnen worden om de files te vermijden. En dat we zo min mogelijk milieuproblemen veroorzaken door een paar honderd kilometer files die we elke dag zien. Ja, want uiteindelijk gaat het wel altijd over energie en over geld natuurlijk. Minder files, minder energie, minder milieubelasting. Dus het gaat altijd over geld. Kijk, de automobieltechnologie zelf gaat natuurlijk over de auto's zo energie- en milieuvriendelijk maken. Ja, en daar zijn revolutionaire ontwikkelingen gaande. Zoals? We gaan straks auto's zien die 1 op 35 rijden. Maar nog wel steeds op benzine. Maar of diesel. Maar het scheelt al een flink stuk en met veel minder uitstoot. Maar Obama zegt, ja, ik wil eigenlijk helemaal van die olie af. Ja, dat zal hem niet helemaal lukken. Want hij is zelf grote producent van olie, dus hij wil er ook wel geld aan verdienen, althans de Amerikanen. Maar natuurlijk, er zijn heel veel ontwikkelingen op het gebied van elektrische auto's, hybride, waterstof. En dat staat nog maar aan het begin. Men doet daar wel wat sceptisch over, maar let maar op wat er gaat gebeuren de komende jaren. Als we hier verder lopen, dan zien we ook dat inderdaad de nadruk van alle ontwikkelbedrijven als het gaat om die auto's, dat zit hier rondom Helmond en rondom die automotive. Hoe doen we het eigenlijk wereldwijd? Ja, wij zijn absoluut vooraanstaand in mobiliteitssystemen. We zijn vooraanstaand in navigatie, kaarten en dat soort zaken. Dus die status hebben we al en die gaan we ook benutten. Want wij willen eigenlijk, zoals wat Nederland is op het watermanagementgebied, gaan wij als automotive zien op mobiliteitsgebied. Oké, dat wordt ook een exportproduct. Dat wordt een exportproduct met hele hoogwaardige banen. En waar gaan ze van schrikken in de rest van de wereld? Waar komen wij mee? Nee, die schrikken niet. Die komen ons toe en dan gaan we ze helpen. Verder is het natuurlijk zo dat wij op zware vervoersmiddelen zoals vrachtwagens met DAF, Paccar, daar zijn we echt ook wereldwijd erkend, althans DAF-trucks. En Paccar. Ja, en dat is heel belangrijk voor de werkgelegenheid. Hier op dit terrein zie je ook bussen staan die rijden door elektrisch of hybride of zelfs op waterstof. Er gebeurt zoveel op dit terrein, omdat gewoon, we krijgen straks ook steden waar je in de binnenstad gewoon niet met benzinemotors mag rondrijden. Dat gaat komen. Vooralsnog komt er geen geld van die aardgasbaten bij u terecht dus. Maar waar moet u het dan nog doen? Nou kijk, dat is natuurlijk wel een probleem ten opzichte van het buitenland. Hè. We zien gewoon dat bedrijven of sectoren veel meer ondersteund worden met investeringen dan bijvoorbeeld in Nederland. Dat is natuurlijk een heel moeilijk thema die we ook met de
overheid bespreken. Want ja, in andere gedeelten van de wereld wordt zwaar ondersteund en meegeïnvesteerd. Men praat naar mijn mening te veel over subsidie. We praten over investeringen. Maar willen wij in Nederland een hoogwaardige werkgelegenheid creëren, dan zal de overheid ook moeten investeren in mobiliteitssysteem. Want dan kunnen wij een product maken, niet alleen belangrijk voor Nederland, maar voor wereldwijd. 11 juni, groot congres. Komt Henk Kamp daar ook kijken, minister van Economische Zaken? Of die komt kijken, weet ik niet. We hebben hem niet gevraagd, maar we hebben wel hier. Ja, uitnodigen. Ja, we hebben de heer Rietstra gevraagd. Dat is directeur-generaal, Rijkswaterstaat. We hebben het over mobiliteitssystemen. Dus lijkt me een hele goeie. Hopelijk neemt hij ook wat geld mee. Nou ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, Rijkswaterstaat is wel een ministerie wat investeert. Dus we hebben goede hoop.